Panama. Viva Hollandia. We houden van het leven, we zijn er voor elkaar. Jullie zijn nog niet zo tekstvast, Ada. Kom er eens even bij. Kom er eens even bij. De eerste kilometertjes zitten erop? Ja, ja, inderdaad. En? Ja, geweldig. Geweldig. De sfeer, alles. Geweldig. Heb je nou een beetje geslapen vannacht? Nee, nee, helemaal niet. Nou, een beetje. Maar niet wat ik hoopte. En waar lag dat aan? Geen flauw idee. Was je een beetje aan het malen over of je het wel zou halen of niet? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar kijk, dat slapen vind ik niet zo heel belangrijk. Okay. Dat ben ik best wel gewend om weinig te slapen. Dat kan ik wel hebben. Dus daar zit ik niet over in. Heb je nou al veel bekijks en opmerkingen gehad over die sleehakken van je? Nee, nu gelukkig nog niet. Gelukkig niet, want bij Alkmaar werd ik dus langzamerhand een beetje gek van. Want daar heb je ooit gelopen? Alkmaar, de halve vierdaagse gelopen op deze schoenen. En dan, ik zeg het, als ik geld had gehad, had ik een heel goed weekend gehad. Van alle commentaar en opmerkingen. Nee, maar nee hoor, het is goed. Als ik het maar haal. Dat is het. De druk is gewoon een beetje groot. De druk is groot, ja, hè? Ja, want zoveel mensen zegt nu van, oh, je kan het, je haalt het. En de zoon van mijn vriendin zit op Aruba en die zegt, gekke tante heb ik. En mijn kleindochter zegt, oh, maar laat ze maar kletsen hoor, weet je wel. Omdat ik vertelde over Facebook dat er van die rare opmerkingen gedaan worden. Ja, daar moet je gewoon niks van aantrekken. Nee, maar je moet je focussen op de leuke dingen. Ja, ja, maar ik ben er alleen verbaasd over. Ja, ik trek me er niks van aan, maar ik ben er verbaasd over dat mensen dat doen. Hé, nog even, ja? Want waarom ging jij nou ook alweer op die sleehakken lopen? Nou, ik had me ingeschreven bij de wandelgroep, want ik wist helemaal niet hoe het werkte. En ik had natuurlijk nog geen sportschoenen. En toen keek ik in mijn kast en toen vond ik deze nog splinternieuw in de doos liggen. En daar ben ik op gaan lopen en dat ging gewoon goed. Nou ja. Toen dacht je, als ik daar 5 kilometer op kan lopen, kan ik er ook 30 op lopen. Ja, en toen heb ik er 15 op gelopen 2 keer en dat ging gewoon goed. Geen blaren? Nee, helemaal niet. Dus ik heb sportschoenen gekocht, maar het blijkt dat het toch niet zo fijn loopt. En dan ga ik dat risico niet nemen en loop ik gewoon op deze. Ik snap het. Hey Ada, zullen we nog even Zoetermeer even een hart onder de riem steken? Even een jel. Zoetermeer, Zoetermeer, Zoetermeer. Zoetermeer, Zoetermeer, Zoetermeer. Zoetermeer, Zoetermeer, Zoetermeer. Zoetermeer, Zoetermeer. Yay!